Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik heb mijn nieuwe goodiebox binnengekregen van de maand januari. En ik heb hem nog niet geopend en dat ga ik eventjes doen en kijken wat erin zit. Hij is paars, blauw deze maand. Ik denk blauw, want het is vandaag Blue Monday. Maar hij lijkt meer paars. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar voor mij lijkt hij paars. En als we hem openmaken... is hij roze van binnen. Nou, er zit als eerst een kortingsvoucher in van HelloFresh. Er zit altijd wel iets van een kortingsding bij. En dan dit. Het is in ieder geval een groot product. Een body cleanser? Ik heb geen idee. Ik ga in het boekje kijken. Het is dus eigenlijk gewoon een soort body... ja, dat je je gewoon kan wassen in de douche. Laat ik het zo zeggen. Een body cleanser klinkt alsof het dus net als een cleanser voor je gezicht is. Maar het is natuurlijk dan gewoon een zeep. Maar ik denk dus wel... iets luxer of zo, geen idee. De winkelwaarde is 19 euro. En volgens mij heb ik het full size product gekregen. Zelf zou ik niet 19 euro betalen voor een shower foam. Ik heb wel altijd die van Rituals. Dus die is iets van 8 euro of zo. Maar 19 euro vind ik wel een beetje enthousiast voor gewoon shower gel. Dan een product van Dr. Botanicals. Daar hebben al vaker producten van in de goodiebox gezeten. En dit is een facial serum. Ja, ik weet niet. Ik word een beetje moe van al die serumpjes. Ik gebruik dat gewoon niet. Omdat ik dan 180 stappen heb in mijn skincare. En ik gebruik gewoon altijd dezelfde producten. Vaak van Paula's Choice. Dus ja, ik ga even erin kijken. Maar ik denk niet dat ik dit ga gebruiken. Dan een heel schattig productje. Oh, dit is weer met een crème met... niacinamide. In de vorige box zat ook een productje met niacinamide. Of de box daarvoor. Dus ik vind dat wel redelijk snel achter elkaar. Maar ik denk dat dit dus eigenlijk gewoon een dagcreme is. Ja, dit is dus eigenlijk gewoon een crème met niacinamide. Op zich, ik gebruik wel niacinamide, maar dan van The Ordinary. Dus ik zou dit kunnen gebruiken. Maar ja, ik heb daar nog best wel een grote voorraad van. Dus eerder dat op is, zijn we denk ik alweer 2 jaar verder. Maar in principe is het wel gewoon een fijn productje om te gebruiken. Want die stof werkt wel echt gewoon voor mijn huid. Dan het volgende product. En dat is oranje. Yabe Your Personal Glow. Soothing and Nourishing Face Mask. En podcast. Oh, ik denk dat ze podcasts maken van dit merk. Ja, je kan dit masker dus opdoen. En tegelijkertijd kan je een podcast luisteren van dit merk eigenlijk. Die ze ervoor hebben gemaakt. En het is eigenlijk gewoon een gezichtsmasker die je 10 tot 15 minuten laat zitten. Dus dat vind ik op zich prima. En dit zal ik misschien wel gaan gebruiken. Al heb ik wel 180 maskers liggen. En weet ik even niet meer allemaal wanneer ik het moet gaan gebruiken. Maar een masker kan op zich geen kwaad. En dan het laatste product is van een merk wat ik op zich wel prettig vind. Die ik al 1 keer eerder heb gehad in de box. En dat is Karemanju. Ik heb geen idee of ik het goed uitspreek. Maar dit is een beauty tool. En op zich, ik weet niet, al die tooltjes ook weer. Ik word daar een beetje gek van. Omdat ik dan denk, ja, wat moet ik er allemaal mee? Waar moet ik de tijd vandaan halen om dat allemaal te gaan doen? Het is wel een hele mooie verpakking. Ik heb hem per ongeluk losgetrokken. En het is dus een gezichtsborstel om je gezicht te borstelen. Ja, dit zie ik mezelf dus niet doen. Ik vind het al knap dat ik af en toe mijn Foreo gebruik om het te cleansen. Maar verder dan dat gaan we denk ik ook niet. En ik heb ook zo'n roller, die heb ik ook wel eens gebruikt. Maar ja, dat vergeet ik dan weer en dan belandt het weer ergens in een kast. Dus ook deze ga ik niet gebruiken. Wat ik wel dus heel leuk vind aan Goodiebox is dat ik soms nieuwe dingen kan proberen. En dat er ook een ruilpagina bestaat. Waardoor ik van de producten die ik wel heel fijn vind gewoon weer extra voorraad kan inslaan. Door het te ruilen met een product die iemand anders graag wil hebben. Dus ik ruil ook best wel vaak gewoon productjes met mensen. En dan ben ik eigenlijk alsnog blij. Maar in deze box zitten dus eigenlijk niet echt spullen voor mij die ik echt wel... heel leuk vindt of zo. Dit is meer een soort van... ja, ik heb het allemaal wel al en ik heb het niet echt per se nodig. Maar ja, soms zit er weer in een box iets dat ik denk... oh my god, dit heb ik gewoon echt nodig in mijn leven. Dus dat was de box van januari. Hallo, hallo. Het is vandaag dinsdag. En ik ga sporten, want dan heb ik dat gehad. En daarna ga ik jullie even 2 boeketjes laten zien. Ik heb iets gekocht van iemand op Facebook. Een jurkje van Guts & Gusto, waar het kaartje nog aan zat... dus ik hoop dat ik hem pas. Het is wel een zomerjurkje. Maar ik dacht, ja, deze kan ik niet laten schieten.
En ik heb een pakket bij Afvallen met Brechtje besteld. En dat is een webwinkel waar allemaal koolhydraatarme producten zijn, eiwitrijke producten en dingen die gewoon iets gezonder zijn dan ja, de normale producten, zeg maar. Dus die ga ik straks ook eventjes uitpakken en aan jullie laten zien wat erin zit. Nou, gespoord, gedoucht en wel. Lekker met mijn blote billengezicht. Maar ik wil heel graag dit pakketje uitpakken. En het is dus een jurkje, een wit zomerjurkje. En hij is van Gods & Gusto en ik hoop dat ik hem pas. En ik heb hem dus overgekocht van iemand op Facebook. En die deed heel veel weg omdat ze ging verhuizen. Waaronder dit jurkje. Kijk, dit is het patroontje van het jurkje. Het is dus een beetje zo'n linnen look. Ik weet niet precies hoe je dat zegt. Het is een heel cute jurkje. Kijk, het is echt zo'n wit zomerjurkje met van die knoopjes hier aan de voorkant. En dan loopt hij gewoon zo een beetje flowy. En aan de onderkant heeft hij nog van die ruffeltjes. Dus ik ga even kijken of hij past. Nou, dit is niet wat ik in gedachten had. Het is een beetje een oma jurk. Hij is hier een beetje echt heel wijd of zo. Nee, dit is het totaal niet. Ja, hij zit hier redelijk strak en hier loopt hij dan echt zo wijd uit. Nou, het idee was leuk, maar de uitvoering is minder. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik voel me een beetje een tafelkleed. Sommige mensen staat dit zo leuk en schattig en bij mij ziet het er gewoon niet uit. Wat is dit? Nou, we zijn even naar beneden verplaatst, want ik heb hier nog een pakket van Afvallen met Brechtje. En in dit pakket zitten dus eigenlijk etenswaren. Daar komt het op neer. Ik ga hem even openmaken. Nou, ik word sowieso helemaal vrolijk van deze roze verpakking met allemaal leuke kaartjes erop. Een heel leuk kaartje met bedankt voor je bestelling en dan hier Team Brechtje en de Instagram waar je ze op kan volgen. Oké, het allereerste product wat ik eruit haal is ook het product waar ik denk ik het meest benieuwd naar ben. En dat zijn de pita breads van Joseph's. En dit is een product uit Amerika wat zij verkopen. En dit zijn dus eigenlijk pita broodjes waar een stuk minder koolhydraten in zitten dan in normale pita broodjes. En daardoor kan je dus gewoon iets meer eten dan dat je met normale pita broodjes kan doen. Deze is klein. Ik heb een zakje proteïne chips besteld met taco smaak. Maar ik dacht dat het een grote zak was. Maar ik zie dat het een klein zakje is. Maakt verder niet uit. Kan ik hem wel in ieder geval proberen. En als die lekker is, kan ik er gewoon meer bestellen. Dan heb ik mueslirepen besteld van Tasty Basics. En dit merk is als het goed is ook bij de Albert Heijn te koop. En dit zijn eigenlijk gewoon mueslirepen met minder koolhydraten. En om in de sfeer te blijven van de tussendoortjes heb ik ook nog koffiewafeltjes besteld. En dit was ook meer voor het idee, als ik een keer zin heb in iets lekkers, kan ik beter zo'n koekje pakken dan dat ik weer een of andere Prins Mini Star ga pakken of zo. Oeh, de Protein Bar Cookies and Cream. En hij is van Barbels. En deze proteïnereep leek mij super lekker. Ik eet eigenlijk nooit proteïnerepen. Maar ik dacht, laat ik het gewoon eens proberen. En misschien is het wel heel chill. En dat is dan weer fijn om aan mijn eiwitten te komen. Dan nog een product waar ik mega enthousiast over ben. En dat is de PAM spray. En dit is dus een spray die je olie of boter vervangt in de pan. En hier zitten geen calorieën in. Ik ging des laatst voor de grap eens kijken op de fles olijfolie. Hoeveel er in een eetlepel olijfolie zat. Nou, ik schrok me eigenlijk dood. Dus ja, dit is een hele goede vervanger. En met zo'n bus zou je geloof ik iets van 400 keer moeten sprayen. En dan heb ik ook nog een zakje pasta besteld. Ook weer met minder koolhydraten van Tasty Basics. Gewoon om uit te proberen of het lekker is. Dan zitten er drie dingen in van dit soort verpakkingen. En ik denk dat dat de sauzen zijn die ik heb besteld. Ja, de eerste die eruit komt is de Cookies and Cream van CaloFit. De sauzen van CaloFit gebruiken wij al. We hebben de honing mosterd al hier. We hebben al de 1001 Island saus, zoiets. En we hebben er nog eentje gehad. Dit is een nieuwe van CaloFit. En deze leek mij super lekker over pannenkoekjes of zo. Dan de volgende. Dat is de CaloFit mayo style. En dat is dus eigenlijk gewoon mayonaise. Maar dan veel lager in calorieën, vetten, koolhydraten, alles dan de normale mayonaise. En de laatste is de salty caramel saus. En ook deze wil ik gebruiken voor pannenkoekjes. Dan een soort probeerboxje van CaloFit. En hier zitten dus best wel een aantal sausjes in als probeerversie. Hier kunnen we dus eigenlijk gewoon even proberen of we ze lekker vinden. En of we dus een hele fles ervan moeten aanschaffen. Dus super handig. En zo ziet de binnenkant eruit. Het zijn dus allemaal gewoon van die testzakjes.
En dan kan je het lekker allemaal gewoon proeven. En als het dan bevalt, kan je gewoon een fles kopen. En als laatste hebben we een pak met tortilla's gekocht. Ook tortilla's zijn vaak hoog in koolhydraten. Maar vind ik wel super lekker. Dus ik dacht, laat ik deze low carb proteïne tortillas gaan proberen. Dat waren de producten die ik heb gekocht bij Afvallen met Brechtje. Nou, ik heb gelijk een tortilla gemaakt met biefstuk tapenade en ijsbergsla. Hij is gewoon lekker. Hij is gewoon heel soepel. Niet zo'n stugge wrap. Deze is echt top. En als ik dan bekijk het verschil met als ik deze eet en een normale tortilla, dan vind ik dit echt helemaal prima. Sowieso die biefstuk tapenade is echt top. Goedemiddag. Het is al middag. Het is vandaag woensdag. En ik had mijn eindpresentatie net. En nu ben ik klaar met mijn minor. Dat is echt top. En ik ben lekker aan het eten. Dezelfde wrap als gisteren. Ik vind hem echt heel nice. Ik ben heel blij met deze wrap. Verder ga ik vandaag een video editen die ik gisteren heb opgenomen. Ik ga sporten, want ja, mijn sportdag is vandaag. Nou, ik heb lekker gesport en nu ga ik de proteïnebar uitproberen van Barbels. Dat is lekker. Hier zit gewoon een soort cookie and cream pasta in. Oh, dat is heel lekker. Ik geef hem denk ik 8 uit 10. Ik vind hem echt heel lekker. Ik ga hem snel opeten en dan ga ik douchen. Deze maat gaat mijn haar krullen. En ik ga editen. Dus succes. Thank you. Baby girl, let the ice break. Give you all what your life is. I know what I say. Give me baby girl another night. Someday, come on, you can ask and I never say no. You know what I say, upgrade and nice, I can get you some. I met a girl from the UK. Oeh, het is heel leuk. Ja. Curls. Het is zo raar, omdat ik eigenlijk gewoon zelf krullen heb. Ga even in de grote spiegel kijken. We lopen even kijken wat er staat van voor, want ik zie het nu alleen van achter. Leuk. Alleen het voorste plekje pak niet echt, ik weet niet waarom. Mooi? Ja, ik vind het mooi. Ja, ik vind het heel leuk. Moet je het dan ook nog uitborstelen? Nee, ik heb het een beetje met mijn vingers gedaan zo. Dus zo moet ik het gewoon laten? Ja. Oh, echt leuk. Nou, ik heb mezelf klaargemaakt voor bed. Mijn krullen zijn al een beetje uitgezakt. Maar ik vind het nog steeds echt super mooi. Dus ik ga lekker slapen en ik ben benieuwd hoe dit er morgen uit gaat zien. Slaap lekker. Goedemorgen. Nou, mijn hele krullen zijn uitgezakt en lelijk geworden door het slapen. Dus ik weet niet zo goed wat ik er nu vandaag mee aan moet. Maar ja, dat gaan we straks wel even fixen. Nu ga ik lekker een ontbijtje voor mezelf maken. En daarna ga ik boodschappen doen. Nou, bepakt en bezakt met een kratje en heel veel Big Shoppers gaan we naar de supermarkt. Het was vannacht dus zo hard aan het stormen dat ik er gewoon wakker van ben geworden. En ik word dus echt niet snel wakker. En het leek wel alsof er gewoon allemaal glas viel. En nou, het was echt bizar. En nu schijnt gewoon de zon en is het mooi weer. Ik snap er niks van. Het waait nog steeds wel hard. Maar ja, het was gewoon echt goede storm vannacht. Kijk nou, strak blauwe lucht, de zon schijnt. Ik snap het niet. Ik ben terug van werk. Ik had vandaag echt een beetje een off day. Ik had gewoon helemaal nergens zin in of zo. Maar ja, het moest toch gewerkt worden. En toen kwam ik op werk en toen was er een puppy. En mijn baas had blijkbaar een puppy en die was 5 maanden. Die hadden ze sinds een paar dagen. Ja, zo lief. Dus ik had ook een soort van oppas op de pup. En ik moest werken. Maar het was wel heel gezellig. Daardoor maakte het toch mijn dag een beetje beter. Dus ik heb lekker met de puppy geknuffeld. En hij was echt zo lief. Hij kwam dan helemaal zo bij me liggen op mijn schoot. Ja, het was echt heel schattig. Ik ga me klaarmaken en dan ga ik lekker slapen. Tot morgen. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik ben aan het ontbijten. En ik ga zo sporten. Ik twijfel nog een beetje of ik eerst ga wandelen en dan ga sporten. Of eerst sporten en dan wandelen. Het is super mooi weer buiten. Dus ik wil sowieso even een rondje lopen. En er staat een nieuwe podcast van Monica en Kai online. En die vind ik echt heel leuk. Dus die ga ik dan eventjes luisteren. Nou, Gina heeft eyeliner bij mij opgedaan. En ik ben er content mee. En nu gaan we shooten. En ik heb mijn nieuwe jasje aan van Shein.
met een topje van de Costus. Die heb ik wel al een tijdje. En een leerbroekie van de Van Naked. Die heb ik volgens mij in een shoplog ooit gekocht. En nu gaan we wat fotootjes maken. Let's go! Let's go! Ook nog even snel mijn teddy lipstift opgedaan, want die had ik nog niet op. En nu gaan we een leuk plekje zoeken. Mama gaat een stukje hardlopen en ik ga mee op de fiets. Nou, ik heb weer een shoplogje opgenomen en ik heb er hier een flinke zooi van gemaakt. Dus dat moet ik allemaal even opruimen. Maar we gaan eerst avondeten en we gaan lekker risotto eten. Dat vind ik zo lekker. Dus dat ga ik eerst doen. Zo, nou, ik heb een lekker avondje The Voice gekeken en nog flikken Maastricht. En nu ga ik me klaarmaken voor bed. Ik ga even mijn eyeliner en zo eraf halen. Ik ben best wel moe, dus ik ga lekker slapen. Slaap lekker. Hoi, het is vandaag zaterdag en ik ben heel erg lui. Ik lig eigenlijk al de hele dag gewoon een beetje op bed te chillen en af en toe even naar beneden om wat te eten. En verder heb ik wel een video in elkaar geëdit, dus ik ben wel een beetje productief geweest. Maar ik ben wel echt ontzettend lui en ik heb hier ook echt een rode plek zitten. Ik denk dat ik even te hard gekrapt heb. Ik moet zo meteen nog even naar de supermarkt om wat dingetjes te halen en om wat pakketjes af te leveren. Maar ik heb helemaal geen zin. Ik ben gewoon de hele dag echt ontzettend lui. Ik heb gewoon geen zin om op te staan. Ik moet ook nog sporten. Dat heb ik ook nog niet gedaan. Dus ik denk dat het gewoon een actieve avond gaat worden voor mij. Dus ik ga me nu even een beetje klaarmaken en naar de supermarkt. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ja, ik heb gisteren eigenlijk niks gefilmd. Omdat ik gewoon niet uit die negatieve sleur kwam. Ik was lui, ik was moe. En ik heb eigenlijk alleen maar dingen geëdit. Dus ik ben op zich wel een beetje productief geweest. Maar verder heb ik gewoon gechilled en ja, een beetje video's gekeken en zo. En ik heb dus ook niet gesport wat ik wel had moeten doen. Maar ik kon hem gewoon verzetten naar vandaag. Dus ik ga vandaag gewoon lekker sporten in plaats van dat ik een rustdag heb. Dus ik ga eerst even een ontbijtje voor mezelf maken. En dan ga ik sporten. Nou, workoutje zit er ook weer op. En nu ga ik even lekker een eiwitshake maken en douchen. Nou, ik ben helemaal lekker klaargemaakt. Ik heb gewoon alleen even een beetje mascara opgedaan, zodat ik er niet helemaal met een blote billen gezicht bij loop. En nu ga ik zo meteen gezellig naar mijn vader toe. En daarna ga ik mijn spullen weer helemaal inpakken, want we gaan straks weer naar Dan's huis. Dus moet ik weer eventjes alles inpakken en meenemen. We zijn weer bij Dan thuis. Ik was van mijn vader lekker naar huis gelopen. Ik dacht, het is mooi weer, maak nog even een wandelingetje. En nu hebben we gewoon weer alle spullen hier opgeruimd. En ben ik natuurlijk weer de helft vergeten. Gelukkig moet ik morgen werken, dus ben ik in de buurt en kan ik de andere spullen nog even ophalen. Nou, ik ga me lekker klaarmaken voor bed. En dan lekker slapen. Dus ik ga de vlog afsluiten. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En abonneer op mijn kanaal. Dat zou ik heel lief vinden. En tot de volgende keer. Doeg!